eerste weekend van september 2011. We hebben prachtig weer en Remunt staat bol van de activiteiten en evenementen. Wij heten van harte welkom bij de World Culture Parade. Is geboren bij Jan Ozek. En Jan Ozek werkte als als wijkman in de wijken, om het zo maar te zeggen. En hij heeft eigenlijk ingezien dat er maar één manier is om problemen erop te lossen als mensen samenwerken. Samen gaan ondernemen en samenwerken, vooral samenwerken. En Jan heeft dat 4 jaar geleden op zich genomen. Hij heeft die mensen bijeen gesleept en er warm voor gemaakt. En heel veel moeite voor moeten doen om dat door te zetten in alle geledingen. En ik moet zeggen, na een aantal jaren, ongeveer 2 jaar, is er een lien in gekomen. En ik moet zeggen, Jan heeft zonder aanzien zijn persoon geknokt voor alles wat er waard is. En alles wat hij nu is, is voor een heel groot deel op het konto van Jan Ozek te schrijven, om het zo maar te zeggen.
Sowieso voor alle lijf die je dit festival? Het is voor alle lijf die dit. We hebben werkgroepen op het ogenblik. Ongelooflijk, voor de allerkleinste is er een werkgroep in het CK Theater. We hadden hier een uitverkochte zaal met 800 kinderen van de basisscholen. Ook een workshop. Daarna hebben we nog een workshop met dansen. We nog een 70, 80 kinderen met kosten doen. Samba dansen en noem maar op. Helemaal te gek. Voor mij is het feest al geslaagd. Uit IJsland! Op gitaar. Berlijn Floriti. Ik zeg Berlijn Floriti. En dan heb Jurk in de band gezeten. Nog heel even kwijt. Ik ben heel veel dank verschuldigd aan een hele hoop vrijwilligers. Zonder die mensen was dit niet nodig geweest. Het is begonnen met een kleinere groep die het programma ineengezocht hebben. Maar uiteindelijk daar loopt er in de krit achter. Die heeft zich de hele scholenbezigheden op zich genomen. Enorm veel werk. Geweldig geworden. Het werk wat op de scholen gebeurd is. Ook door de leerkrachten. Ook mensen boeten de scholen die zich ingezet hebben om dat allemaal te coördineren. Alle mensen op één lijn te krijgen, want dat is nog niet zo makkelijk. Hoor. Er zitten mensen, en dan noem ik een Krik de Acht of een Ton Speetjes of Agnes Kessels, noem maar op. Die dat helemaal op zich genomen hebben. Ik vergeet er hongerde. En ook die andere toestanden. Overal zijn vrijwilligers voor. En dat is zo'n immense grote groep en ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. En Eemes in het bijzonder, daar wil ik veel beterschap wensen. Dat is Milke Pernot. Heeft in de tijd dat ik even afwezig was, heel veel werk van mij overgenomen. En het is nu zelf ziek geworden. Gisteravond is het ziek naar huis gegaan. En ik wil hem langs deze weg heel veel beterschap wensen. Want dat verdiende. Dat heeft zich immens veel ingespannen. Oh mama, oh mama.